deze nieuwsuitzending. Die is echt nieuws. Dit is waar je nu naar kijkt. Dat is een pagina van de website Gelderlander.nl. Die Arnhemse Gelderse krant, sorry. En daar staat een artikel op. Provincie wil geen zonnepanelen meer op weilanden. Ik lees even voor. De provincie Gelderland wil voorkomen dat weilanden worden volgezet met zonnepanelen. Energietransitie prima, moet ook, maar niet door panelen aan te leggen op vruchtbare landbouwgrond. Dat zegt, ik lees verder hoor, Peter Drent, landbouw, in een interview met vakblad Boerderij. Op dit moment kunnen Gelderse gemeenten nog zelf bepalen hoe ze met deze zogenoemde zonneweides omgaan. In sommige gemeenten, zoals Beuningen en Berg en Dal, zijn zelfs al vergevorderde plannen om op grote schaal landbouwgrond in te zetten voor de energietransitie. Maar, zo stelt Drent in het interview, wordt daardoor de provincie, is dat wel goed Nederlands, maar wordt daar door de provincie op korte termijn een stokje voorgestoken. Tussen quotejes, dat snap ik dan niet, maar de provincie gaat dit binnenkort verbieden. Dat zegt dat hij dan eigenlijk, hè? Maar de provincie gaat dit verbieden. En de gedeputeerde, dat is dan die Peter Drent. En die verwijst naar een coalitieakkoord. Waarin dat al vastgelegd is. Nou, dat is mooi. Eindelijk iets verstandigs. Hehe. Misschien dat Peter Drent geluisterd heeft naar een uitzending die ik gemaakt heb. Naar aanleiding van, Dat is een heel vervelend verhaal. Dus iemand die is voor de VVD, zit hij dan in de politiek. En die man die heeft of een jeugdtrauma, of hij is van de brommer gevallen op jonge leeftijd, of hij is zonder meer dat hij in de klas niet mee kon komen. En toen is hij maar de politiek ingegaan, want hij kon verder niks. Of ik weet niet wat er met die man aan de hand is, maar zijn geestelijke vermogens die doen dat niet. En nou is het altijd vervelend als iemand zijn brein het niet doet. In de regel kosten die mensen geld. Ik werk momenteel in de gehandicaptenzorg en die mensen die kunnen bijvoorbeeld niet zelf afwassen. Dat moet ik dan doen. En dat is maar goed ook, want dan heb ik tenminste een baantje. Dat houdt mij van de straat. Hè? Het scenario wat je dan indenkt dat Perry Winkel, mensen zoals Perry Winkel, maar een beetje lopen te lanterfanten van een uitkering. Nou, dan reizen je de haren te bergen. Dus ik ga mooi schoonmaken voor de gehandicapten. Nou, maar dat is niet erg, hè? Maar deze man is dan gehandicapt en die zit dan voor de VVD in de Provinciale Staten. En die man die is dus van de hele andere kant. En hij heeft een plan opgesteld om 70% van Nederland te gaan bedekken met zonnepanelen. En die man is gevaarlijk. Die VVD'er, ik weet nu even niet meer hoe die heet. Dat staat in mijn vorige uitzending. Maar die man is gevaarlijk. Haal hem van de straat af. En neem contact met mij. Ik weet nog wel een plekje daar ergens waar ik schoonmaak, waar nog ruimte is, waar ze heus nog, ik weet het zo, er zijn nog logeerkamers. Dan kan die man daar ondergebracht worden. Die gaat overdag naar het activiteitencentrum. Er zijn er vier bij mij weten. En dan wordt hij de hele dag bezig gehouden. En ik zorg ervoor dat als hij dan thuis komt en hij moet poepen, dat het toilet schoon is. Dan kost zo iemand ook geld aan de samenleving. Net als die geestelijk gehandicapten of mensen met een beperking. Maar deze VVD'er heeft ook een beperking. En die is dan op de plek waar die thuis hoort. Die hoort niet in een overheidsinstituut om te gaan vertellen dat Nederland voor 70% volgezet moet worden met zonnepanelen. Dat kan niet. Dat is een gevaarlijke, je mag niet meer zeggen gek. Het is een
we gebruiken het woord gek niet meer. Het zijn mensen met een beperking. En nou, mensen met een beperking, een goede maatschappij, die heeft een opvang voor mensen met een beperking. Dat vind ik. Een maatschappij die mensen met een beperking aan hun lot overlaat, dat is een onmenselijke, beestachtige maatschappij. Ja, en ik heb mij dan, noem het maar, dat ik spionagewerk doe. Ik ben dus stiekem aan het controleren hoe er wordt omgegaan door de Nederlandse maatschappij met mensen met een beperking. En het rapportcijfer wat ik dan geef, nu, na 6 weken daarin rond te hebben gelopen, het rapportcijfer is een 8. Een 8. Ook dat ik achting heb voor de wijze waarop met die mensen wordt omgesprongen. Nou, dan kan die VVD'er, die kan daar zo worden opgenomen. Dat is erg belangrijk. Mensen met een beperking moet je niet zonder begeleiding. En zeer zeker niet dat ze voor de VVD dat soort rare plannen gaan lopen ventileren. Want zeg nou zelf, dit plaatje. Dat kan toch niet? Nee, nu even zijn de grapjes voorbij, maar dit kan toch niet? Wat denk je wat er met dat gras gebeurt wat onder die panelen zit? Nu groeit er nog een beetje gras. Ja, maar hoe lang staan die panelen daar? Hoe is dat straks? Wat moeten die schapen nou grazen onder die panelen? Dat kan helemaal niet. En dit moet je dan doen met 70%. Nee, wat je hier ziet van dit weiland is nu dan, zeg maar, 60% is bedekt met zonnepanelen. Want tussen die panelen kunnen nog schaapjes lopen. Hè? Dit is nog maar 60%. Maar die VVD'er die wil naar 70%, hè? Van alles. Van heel Nederland. 70% wil die VVD'er. Ja. Die man is levensgevaarlijk. Dat is echt de hele gevaarlijke hobby van ons, dat we dit soort gevaarlijke mensen het voor het zeggen laten hebben. Want dit kan niet. Nou, hoe moet je het nou wel doen? Ja, want daar gaat het natuurlijk om. Nou staat hier een hele mooie uitspraak. En die luidt: energietransitie prima, moet ook, maar niet door panelen aan te leggen op vruchtbare landbouwgrond. Nou, dan pak ik eventjes maps.google erbij. En dan ga ik op zoek naar onvruchtbare grond. En het eerste wat me zo te binnen schiet is Afrika. Hier bijvoorbeeld. Nou, dan pak ik even een stukje. Dit stukje zo, wat ik nu aanwijs met de muis. Hè? Dit is 500 kilometer. Hè? Hier woont geen hond. Hè? Nederland, dan kan je dat even hier erbij pakken. Nederland is maar dit stukje. En Nederland is 200 kilometer of zo, hè? En Nederland hier, dat hele oppervlakte van Nederland, zo, dat is zo'n klein stukje van Libië. En you believe me, hier woont geen hond. In Libië wonen wel mensen, maar die wonen in Tripoli, ja? En Benghazi. Maar die wonen niet hier. Hè? Hier woont geen hond. Geloof me dan maar. Het is allemaal woestijn. Het is allemaal hartstikke leeg. Tunesië, relatief welvarend en veel activiteiten en zo, heeft ook allemaal van die hele lege gebieden. Hieronder, dat is in Algerije. Jong, het is allemaal leeg. Het is geen ruk te beleven. Hier zijn vierkante meters te scoren. Daar groeit helemaal niks. Dat is absoluut geen, om even deze term te hebben, dat is absoluut geen vruchtbare landbouwgrond.
Absoluut nu niet. Je zou het ervan kunnen maken. Wij kunnen dat, maar... Nu is het niet zo. Het is geen vruchtbare landbouwgrond. Nou, en hoe zet je nou zonne-energie om in elektra? Nou, een manier, het is met deze dingen. Die zonnepanelen. Maar dat is duur. En 's nachts doen ze niks. Dat is ook zo. Hè? Als er geen zon schijnt, dan doen deze dingen helemaal niks. Maar, dit is niet de enige manier, Bicht. Je kan het ook zo aanpakken. Dit heb ik besproken in iedere uitzendingen, maar ik heb er even een schemaatje van gemaakt. Dit is de schematische weergave van een zonnekrachtcentrale waar elektra uitkomt. En de werkzame onderdelen worden gevormd door Peltier-elementen. En Peltier-elementen die kan je kopen op internet. Ik heb er namelijk 2 gekocht. In Amerika, bij Banggood. En dat was inclusief verzendkosten €5. Iets minder, €4,50. Heb ik betaald via Ideal. Ah, ideaal. En werd bij mij thuis afgeleverd in de brievenbus. Ik heb er dus 2. Ik heb een proefje genomen. Daarom vond ik het ook zo toevallig dat de Gelderlander kwam met dit bericht over die zonne-dingers. Want ik heb een proefje genomen en wat ik vermoedde, dat is waar. En dit is dan volgens mij het meest ideale idee om zonne-energie om te zetten in elektra. En dat werkt met 4 lagen, moet ik zeggen. Moet je even kijken naar het schema. Kijk, denk je even in dat dit ligt op de grond, op grondhoogte. Dit rode ding heb ik rood gemaakt, want dit wordt loeiend heet. Dit is een zonnecollector. En een zonnecollector is niets meer dan een plaat, bijvoorbeeld van aluminium of dun ijzer of whatever. En die is zwart beroet. En bedekt met een laag beschermende hars, epoxy dinges. Heel eenvoudig. Kost niks, relatief gesproken. Hè? Nou, daaronder ligt een laag met Peltier elementen. Die liggen gebroederlijk naast elkaar. Die elementjes die ik heb gekocht, die zijn 4x4 centimeter. En als je even gaat shoppen, ja, je hebt allemaal verschillende maten. Ik weet niet wat het meest ideale is, maar misschien dat je gaat werken met 20 bij 20 vierkante centimeter. I don't care. En die van mij zijn 4 millimeter hoog of zo. Nou, dan moet je kijken wat ideaal is voor jou voor in een proefopstelling. Daar kom ik zo dadelijk op. En dan kan je die Peltier-elementen, die lijm je op elkaar met thermisch geleidende, warmtegeleidende lijm. Dus standaard spul in de elektronica bouw. Standaard lijm is dat. Want in de elektronica heb je in de regel een warmteprobleem. En die warmte moet dan afgevoerd worden, want anders slijten je elektrische onderdelen aan de hitte. Dan raken het oververhit en dan branden er dingen door en... Dus je hebt in een elektronische schakeling heb je veel dingetjes als een koelrib, noemen ze dat. En dan koelt hij af en dan plak je vast op de transistoren die heet worden. Ja, maar dat soort lijm. Lijm je die plaat die zwart beroet is. En beroet is een heel eenvoudig proces. Daar heb je oude fietsbanden voor nodig. Die doe je in de hens. Krijg je gitzwarte roetrook, krijg je ervan. Van de onvolledige verbranding.
En die zwarte roetdeeltjes, die zijn een beetje plakkerig. Die plakken zich wel op dat metaal. En dan moet die laag eroverheen met die hars. En dan zit dat keurig allemaal vastgeplakkerd aan dat metaal. En aan de onderkant plak je die peltier-elementen eraan vast. En dan daar weer onder, dus die derde ding, dat heb ik genoemd warmteopslag. Daar gaat die hitte allemaal in. En vandaar dat verloopje wat ik erin gemaakt heb. Maar de bedoeling is dat die hitte die hier verzameld wordt met die pijltjes is de zonnestralingen. Dit wordt loeiheet. En die peltier-elementen die worden aan deze kant heel heet. En aan die kant worden ze gekoeld door de warmteopslag. En die warmte die stroomt dan van boven naar beneden in de opslag. En dat geheel, dat moet in een isolatiebakje. Ja. En hoe je dat maakt, weet ik niet, met steenwol of zo. Dit kan van alles zijn. Hè? Kan misschien werken met hetzelfde spul wat ze hier gebruiken voor in koeltassen en zo. Ja. Iets wat heel goedkoop is, hoor. Isolatiemateriaal is niet zo duur. Nou, en wat je nou op die manier creëert, is dat dan overdag, als die pijltjes het allemaal doen, als de zon aan het schijnen is, dan wordt die zonnecollector loeiheet. Die peltier-elementen worden aan één kant heel erg heet en aan die andere kant zit die warmteopslag. Dan stroomt die warmte van boven naar beneden. En dan genereren die peltier-elementen stroom. En die stroom die is evenredig met de hoeveelheid watt aan stroom is evenredig met de hoeveelheid watt aan zonne-energie. En die rekensom gaan we zo dadelijk maken. En dan stroomt die warmte van boven naar beneden. Dit wordt dan loeiheet uiteindelijk. Want bedenk goed dat die zonnecollector die gaat overdag naar een temperatuurtje van 180 graden Celsius. Dat heb ik hier in Nederland gehaald. Ik heb een proef gedaan hiermee namelijk. 180 graden Celsius heb ik gehaald. Dus dat is zo heet als frituurolie waar de kroketten in kunnen. Nou, ik denk dat de kroketten gaan verbranden dan. Frituurolie, 160 graden of zo. Hè? Maar water zou je, hè, dus als je op zo'n zonnecollector wat water zou gieten, dan gaat onmiddellijk koken. Dat zou je denk ik niet moeten doen, dan gaat de boel kapot. Nou, die hitte die gaat dus naar beneden toe. En dan als 's avonds de zon gaat zakken, en gaat zakken en gaat zakken, en dan wordt het in de woestijn wordt het hartstikke koud, dan gaat het hele proces andersom lopen. Want dan is die steen, of als het van steen is, ik denk wel dat het handig is om dit van beton te maken. Ik denk dat het handig is om aan de bovenkant iets met ijzer te hebben. Want ijzer geleidt de warmte vrij goed. En dan naar beneden toe staven erin, want betonijzers. Die je normaal gesproken gebruikt om beton te verstevigen. En nu, dit hoeft verder niks te dragen, dus het hoeft niet stevig te zijn. Want die peltier-elementen wegen niks en die zonnecollector weegt niks. Maar die zijn dan om de warmte goed te transporteren door die steen heen, door dat beton heen, zodat het overal lekker warm wordt. En dan 's nachts dan gaat die hitte weer, want dan koelt die bovenkant af. En dan gaan die pijltjes die je hier ziet, die gaan de andere kant uitstaan, schematisch gezien. En dan gaat die zonnecollector, die gaat emitteren, die gaat infrarood warmtestraling emitteren. En die peltier-elementen die gaan dan stroom afgeven, maar die stroom gaat de andere kant op. En dat is het experiment wat ik van de week heb gedaan. Ik heb gecontroleerd of dat klopt. Want ik vermoedde het al. Maar ik heb het even gecontroleerd. Heel eenvoudig heb ik dat gecontroleerd. Ik heb zo'n peltier-element in een plastic zakje op het aanrecht gelegd. Op het plastic zakje heb ik een waterglas, het peltier-element staat in het plastic, voor de zekerheid. Daarbovenop een waterglas. In het waterglas heb ik kokend water geschonken. Uit het peltier-element komen twee draadjes. En ik heb zo'n voltmeter gekocht bij de Action of zo. Als je reclame maakt, het was bij de Action of het was bij de Solo.
Want je mag geen reclame maken. Maar bij zo'n goedkope winkel, zo'n stuntshop. Ja. Zo'n voltmetertje kost echt niks. €3 of €4 of zo. En zo'n ding is toch handig. Altijd handig. En er kwam inderdaad er stroom vanaf. Toen heb ik die Peltier omgedraaid. En dat waterglas dat met dat hete water erin. Aan de andere kant dus van het Peltier element. En ja hoor, toen kwam de stroom van... het was precies dezelfde stroom. Maar dan van de andere kant. Dus overdag heb je dan plus en min... En 's nachts heb je dan min en plus van dezelfde draadjes. Dan kan je zeggen, oh, het is al heel onhandig. Nee, want dan doe je een schakeling tussen, dat heet een gelijkrichter. Dat werkt met 4 diodes. Dus dan heb je die 2 polen en die kunnen dus wisselen, die wisselen van stroom. Want overdag is die ene plus en die andere is min. En dan 's nachts, als het circus andersom gaat, dan is die andere plus en die ene is min. Maar dan heb je een gelijkrichter tussen en dan achter de gelijkrichter is het precies wat je wil. Nou, en wat levert je dat op? Nou, daar heb ik een spreadsheetje van gemaakt. Ben ik even gaan rekenen. Als we uitgaan van een oppervlakte van 10 bij 10 meter. Dus. Ja, dan is dit dus 10 meter breed. En dan even in de diepte ook 10 meter. Hè? Maar dat is te doen. Hè? Dan moet je 100 vierkante meter aan Peltier elementen hebben. En dan 3, 4 lagen, misschien 5 lagen. Dat gaat je wel even kosten hoor. Maar hè? Het is voor het goede doel. Hè? En dan die zonnecollector, ja, dan moet je 10 bij 10 meter. En dat is een plaat aluminium. En dat mag schroot aluminium zijn. Dat moet even uitgewalst worden. Het mag een lage kwaliteit metaal zijn. En dan heb je nog die lijm nodig om dat goed te verlijmen op die Peltier elementen. Nou, ook al die lijm kosten. En dan dat hele circus moet je lijmen bovenop die metalen bovenkant en van die warmteopslag. Dus je hebt een bak van 10 bij 10... En die moet je vullen met materiaal wat goed warmte kan opslaan. En dan denk je dus aan steen of beton of zo. Hè? Nou, dan is dit ding 10 bij 10 meter. Nou, you believe me dat als je een bedrijf belt als à la Haskoning of Boskalis of een of ander ingenieursbureau, slimme jongens. Die zetten dat zo in elkaar. Dit kan je zelfs de amateurs laten doen. Aan het 10 bij 10 meter, misschien nog aan de grote kant. Maar mijn vriend Wout, die in de bouw werkt. Zijn hele leven heeft hij al in de bouw gewerkt. Als ik hem deze tekening laat zien. Dan zegt hij, oké, geen probleem. Je moet even gaan nadenken over hoe diep die warmteopslag moet zijn. Ik heb het hier maar even zo, qua leuk idee of zoiets. Maar zo'n ding moet natuurlijk voldoende warmte op kunnen slaan. Dat is wel de truc. Want er komt nogal wat binnen. Want wat komt er binnen in de woestijn? Nou, in de woestijn komt binnen, dus per vierkante meter. Hier heb ik het getal 20 watt per vierkante meter. Maar daarmee bedoel ik de opbrengst aan elektra. Ja, dus deze Peltier-elementen, daar komen 2 draadjes uit. Eentje hier en eentje daar. Zo, of boven elkaar, maakt niet uit. Hè? Maar er komen 2 draadjes uit. En ja, daar komt een bepaalde hoeveelheid joule per seconde uit. En de eenheid van joule per seconde, dat noemen wij ook wel watt. W-A-T-T. En de hoeveelheid van die pijltjes. Ja, in Nederland is dat gemiddeld 100 watt per vierkante meter. Waarbij de nachten ook meegeteld worden. Dus overdag gaat het in Nederland naar 200 watt. Van zonsopgang tot en met zonsondergang. Als je zo ongeveer rekent. En
op een zomerse dag, dan praat je in Nederland over 600-800 watt per vierkante meter. Nou, dan kan jij gaan fantaseren wat je dan in de woestijn gaat trekken aan puur die zonne-energie. Nou, ik denk dat je in de woestijn, als je hier in Nederland gemiddeld 100 watt per vierkante meter inkomende dinges hebt, dus dat is overdag dan is maar 200 watt, dan zit je denk ik in de woestijn op 2 kilowatt. 2000 watt per vierkante meter. Aan die zonne-energie die dan overdag naar binnen komt. Nou, die 2000 joule per seconde die dan overdag naar binnen komt, die gaat dan hier onderin zitten. En 's nachts gaat die 2000 joule per seconde weer naar boven, weer naar buiten. Dus dan krijg je het nog een keer voor. Dan gaat hij weer lopen. Hè? Nou heb ik hier dan gewerkt met een heel laag rendement van 1%. Dus van de 2 kilowatt, 2000 watt, dat we maar 20 watt aan elektra produceren. Heel voorzichtig ingeschat. Het rendement van 1%, ik denk dat je daar wel... Maar goed, dit moet uitgeprobeerd worden. En dan gaan we even rekenen, ja? Kijk, als je een lengte hebt van 10 en een breedte van 10... en je hebt 20 watt per vierkante meter... dan is je totale wattage... ik hoop dat jullie dat mee kunnen lezen... dat is dan A2 keer B2 keer C2. Dus het is dat keer dat keer dat. Oh, dit kan je meelezen, ja. A2 keer B2 keer C2, ja? Nou, dat is 2 keer 10 tot de macht 3... En 10 tot de macht 3, of de E plus 003, dat betekent 1000. Die 3 slaat op 3 nullen. Dus een 2 met 3 nullen, dus 2000 watt. Want dat klopt ook. 10 keer 10 is 100. En 100 keer 20 is 2000. Nou, dat is 2000 joule per seconde. Dus dat is dan per uur... Zal ik deze ook even wetenschappelijk zetten... Het leest wat makkelijker. Per uur is dat dit, D2, hè, keer 3600. Want in 1 uur zitten 3600 seconden, of niet? Dus het is D2 keer 3600 is zoveel joule per uur. Nou, dat is dan een 7 met 6 nullen. Dus 7 miljoen... Wat? Nee, 7 miljoen joule per uur, zo moet ik het zeggen. Dat is dan per dag, is dat dit ding, even kijken, weer zo klikken, ja, E2 keer 24. Even dit, even terug, het is 2000 joule per seconde, dat is 7 miljoen joule per uur, en dat is dan... 17 miljoen joule per dag. En dat is dan per jaar is dat F2 keer 365. En dan heb je per jaar, even dan moet je goed oplezen, 60 miljard joule per jaar. 60 miljard joule. Nou, dat zegt jou natuurlijk niks, zegt mij ook helemaal niks. Wat is dan 60 miljard joule? Hè? Maar dan reken ik dat even terug naar kilowattuur, want dat zegt je wel wat. Hè? En een kilowattuur, dat kan je handig weer terugrekenen, want het is een kilowattjoule per seconde keer uur. Met andere woorden, 60 miljard... joule per jaar, dan moet je dit bedrag, dus dan G2, moet je delen door 3600 om van seconde naar uur te komen. En dan nog delen door 1000 om naar die kilowattuur te komen. Ik zeg altijd onhandig allemaal, maar zo werkt natuurkunde. Hè? Tenzij ik een rekenfout heb gemaakt. Maar... Anyway, we praten dan over 17
1000 kilowattuur per jaar. Ik herhaal, 17.000 kilowattuur per jaar. Nou, dan weet jij misschien niet wat een kilowattuur oplevert, maar ik wel. Want ik ben tegenwoordig heel modern. Nou, dat zou ik niet zeggen van mij, maar ik ben heel modern. Ik heb een slimme meter in huis. En ik heb mij aangemeld. Dat moeten jullie ook doen, dat is best wel leuk eigenlijk, hoor. En hier kan je zien staan, ik heb die slimme meter al sinds een paar weken, maar ik ben pas sinds een tijdje aangemeld. Dus sinds de 13e van deze maand, dus augustus, hè? Van de afgelopen 1, 2, 3, 4, 5 dagen weet ik dan mijn verbruik. En mijn verbruik is dan iets van 3 kilowattuur per dag. Daarnet zag je staan 17.000 kilowattuur. Ah, hier kan je zien staan dat ik verbruik per dag 3 kilowattuur. Daar heb ik ook nog een beetje gas, maar dat is echt heel weinig. Mijn kachel doet het al. Die heb ik al zo lang niet aangehad dat die doet het ook niet meer. Voor de rest, ja, af en toe, hier kan je dus ook zien dat ik heb, dus die dag heb ik niet afgewassen. Ja, en als ik niet afwas, ja, dan heb ik ook geen, dan heb ik echt geen gas. Ja, een beetje douchen, zeg maar. Maar dat doe ik ook niet lang. Anyway, hier kan je zien dat een kilowattuur, dat is iets van 20 cent. En want 10 kilowattuur, kan ik dat een beetje groter maken? Ja. 10 kilowattuur in het normale tarief, dan betaal ik €2,23. Dus ik denk dat een kilowattuur iets van 20 cent is. Nou, en dan terug. Als je dan hier ziet staan dat ik dus 3 kilowattuur verbruik per dag. Dus als ik dan even een kolommetje maak, is. En dan dat. Gedeeld door 3. Dat is wat ik per dag verbruik. Dan komt er dus uit die 10 bij 10 meter per jaar 6000 dagen elektra voor Perry. Per jaar. Nou, dat is even leuk. Lijkt mij. En als je dat dan uitdrukt in geld, hè? Stel, je zou dit kunnen verkopen. Dus dan is het dit. En we verkopen dat voor, de Nuon rekent mij dan 22 cent. Maar dan verkopen we dat voor een dubbeltje of zo. Hè? Punt 1. Nou, dan levert dat dus bijna €2000 per jaar op. En dan moet je gaan rekenen. Dan heb je dus deze investering. Ja, wat zal dat kosten? Ja. 10 bij 10 meter, zullen we zeggen. Ja, je moet natuurlijk wat reiskosten en alles. En het is de eerste keer. We zullen zeggen, als je dit in productie zou gaan. Want je gaat er eentje bouwen en dan leer je gelijk hoe je ze eigenlijk had moeten bouwen. En dan ga je het nog een keer doen en leer je er weer van. Maar laten we vanuit gaan dat we het helemaal onder de knie hebben. En dat we precies weten hoe hoog, of hoe diep moet je zeggen, hoe diep die warmteopslag moet zijn. En van welk materiaal je de isolatie maakt. En ja, hoe je dat betonijzer wat erin moet, hoe je dat de optimale verdeling, want je hoeft hem niet helemaal vol te zetten met betonijzer, wordt veel te duur. Maar ook niet te weinig, want anders dan heb je niet genoeg hittetransport naar beneden toe.
Maar stel, we hebben het helemaal uitgeknobbeld en we hebben goed geoefend met hoe je dan die isolatiemuren bouwt. Ja, wat zou dan zo'n ding van 10 bij 10 meter mogen kosten? 10.000 euro? 5.000 euro? Zoiets? Ja, toch? Ja, ik zeg maar wat, hoor. Maar laten we zeggen 10.000 euro. Hè? Nou. Dan levert die 10.000 euro, dat levert mij per jaar maar 2.000 euro aan cash op. Dan heb ik hem in 5 jaar terugverdiend, of niet? En dan daarna is het winst. En hoe slijtgevoelig is dit? Niet, dacht ik. Het enige wat je je zorgen over moet maken is die bovenkant. Die zonnecollector. Ja, als je. Ja, die kan vies worden. Dus die moet schoongemaakt worden. Als je een of andere zandstorm eroverheen krijgt. We denken aan Libië of zo. Of Algerije of whatever. Hè? Ja, dit zou kunnen slijten, maar. Maar ik denk dat je ervan uit moet gaan dat zo'n ding 50 jaar meegaat. Nou, dan gaan we even terug naar de spreadsheet. Ja, dan hebben we die 2000 per jaar en dan doen we een nieuwe. Dat is dan dat en dat keer 50. Wat levert die dan op? Ja, dan levert die dus in totaal 87.000, zeg maar 90.000 euro op. Ja, maar dat is verdienen, hè? En als we dan dit... even kijken, hoe doe ik dat handig? Oh, ik heb twee vingers nodig. Oh. Even kijken. We doen heel... Copy. Paste. Als we dat bij 10 bij 10 meter onder de knie hebben... Nou, hebben we dit niet helemaal in beeld. Even kijken hoe we dit dan wel in beeld krijgen. 1 seconde. Ja. Oh. Ben ik hier nog niet helemaal blij mee. Dit kan een beetje kleiner. En dit kan een beetje kleiner. Oh, ik moet iets groter. Ja. Oké, zo past hij weer precies. Dit was dan, dat hebben we uitgerekend. Dit is dan euro per jaar. En dan euro, per lifetime of zo. Dus, per, noem het maar, per investering. Dus return on investment heet dat officieel. ROI. Je kan ook return on investment. Ja, je stopt er zoveel in, we krijgen ervoor terug. Nou, op je investering krijg je 88.000 euro terug. Ja, dat is bij 10 bij 10 meter. Maar als we dat nou eens doen op 1000 bij 1000 meter. En dan zou ik niet één bak maken van een kilometer bij een kilometer. Maar dan zou ik denken aan 100 bakken. Van 10 bij 10. Nee, iets meer. Heb je de 100, heb je 10.000 bakken van 10 bij 10 nodig. Hè? Ja, dan is je return on investment. Even kijken, dan pak ik deze twee cellen. Dan doe ik eventjes dan. Nou, nu lopen je de dollartekens in de ogen, hoor. Kijk, dan is je return on investment bij 1000 bij 1000. En dan daalt natuurlijk de kosten per bak, hè? Die dalen enorm. Hè? Maar dan praat je over een return van, wat staat hier, 88 miljoen euro. En als je het doet, want hier zou je naartoe moeten. Uh,
100 kilometer bij 100 kilometer. Dus dan heb je iets van 50% van Nederland. Want Nederland is 200 kilometer bij 200 kilometer. En dan denk je in een gebied van de helft van Nederland. En dat moet je dan afspreken met die woestijnmensen. Dat lease je dan voor zoveel. Ja? Of koop je, maakt niet uit. Hè? Dan heb je een opbrengst, by the way, van dit per jaar. Hè? Van 6 keer 10 tot en met 18 joule per jaar. Nou, het Nederlands energieverbruik, alles bij elkaar opgeteld. Dus verwarming van woningen, alle hijskranen, al het verkeer, noem het maar. Alles bij elkaar opgeteld, dat is deze hoeveelheid. Dat is 5, namelijk 5,3. Ik heb het hier opgeschreven. Even inzoomen. En we hebben minder, we hebben 3. Dit is 2 keer zoveel dan dat we nodig hebben. Maar goed, hebben we nog een beetje over. Altijd handig. Hè? Op slot van rekening, ja, nog goed, altijd handig. Hè? Om jezelf niet rijk te rekenen. Maar dit is dan je return on investment. En dat is een leuk bedrag. Dat is 9.000 miljard euro. 9.000 miljard. Per jaar krijg je van dit project binnen. Kijken of ik dat uit kan spreken. Kijken, dat wordt een miljard. 9, 17. Even kijken, keer 0, 0. Dus 175 miljard per jaar. Komt er een poen uit, hè? Als die berekening klopt. Maar goed, dit filmpje kan je terug dingen, hè? Dit is natuurlijk de kritieke factor. Die 20. Haal je die 20? Haal je dat rendement van 1%? Ja, dan gaan we even... Laat deze uitzending even beluisteren als je iemand kent in de politiek. Of die bij Bos Kalis werkt, of bij Has Koning, of bij zo'n ander ingenieursbureau, of bij provincie Gelderland. Maar dit wordt geld verdienen. Misschien dat ik het zelf moet gaan doen. Dat kan ook. Maar ik ben momenteel heel druk met ondersteunende diensten te verlenen in de gehandicaptenzorg. Ja. Maar nog eventjes een ander effect wat hier aan vast zit. Kijk, dit is dan die bak. Hè? Die overdag absorbeert die zonne-energie. Zowel het UV-licht als het warme licht. Hè? De infrarood, alles gaat naar binnen. Hè? En dat wordt hieronder omgezet in infrarood. Hieronder wordt het loeiheet. Dus die bovenkant wordt relatief koud. Nou, 's nachts gaat het hele circus omdraaien. En dan gaat die zonnecollector, die hier als collector in het schema staat, dat wordt dan een warmte-emitter, een uitstraler. En dan gaat die hitte, die gaat naar buiten toe. Ja, die hitte, die wordt geabsorbeerd door de lucht. Maar lucht die warm wordt, die gaat omhoog. Dus, als je dit gaat bouwen, dan creëer je lokaal een omhoog stromende luchtstroom. Elke nacht. Ja? Ja, wat heeft dat voor een effect op het klimaat, op het lokale klimaat? Ja, niet op het mondiale klimaat, daar zal het geen effect op hebben. Maar op het lokale klimaat, wat gebeurt daar?
ik denk. Maar dan moet je er heel, dan moet je heel slim mee zijn. Maar als je deze bakken, die dus overdag warmte absorberen en 's nachts warmte gaan uitstralen, als je die heel slim neerplemt, dat je dan nachtelijke stijgregens kan veroorzaken. Ja. Dan laat je het regenen in de woestijn. Ik denk dat dat kan. En dan moet je in de buurt zitten van de oceaan. Maar ik heb al eens eerder gekeken op die kaart van Afrika. Als je nou denkt aan deze puntjes, dit is denk ik de Evenaar, of niet? Nee, dat is niet de Evenaar. Maar rond de Evenaar, daar heb je natuurlijk de hoogste hoeveelheid zonne-energie. Hè? Maar ga je hier... Dit is... Hier woont geen hond, hè? Zie je dat? En wat ik nu aanwijs is 2 kilometer. Ja? Nou, je kan hier een gebied... En hier loopt die weg. Ik hoop dat jullie het ook kunnen zien. Hier loopt nog een weg. Maar die loopt hier niet meer. Hè? Dus dit is echt helemaal niks. Nou, hier kan je zo'n gebied claimen van... Ja, 2 bij 2 kilometer. En dan trek je dus en veroorzaak je hier dus die omhooggaande stroming van die lucht. En dan komt die vochtige lucht van de oceaan. Wat is dat hier? Dat is de Wuppertje-Pupzee of zo. Die komt naar binnen toe. Dat creëer je. En dan gaat die lucht naar boven en daarboven koelt die af. Ja, daar moet je even over narekenen. Maar nadenken en rekenen. Maar met een beetje slimmigheid creëer je regen. Met een beetje slimmigheid. En dan heb je dubbele opbrengst. En wij maar verdienen. He, want dat wij het klimaat lokaal veranderen en dat daar dus dat je elke nacht iets van regen krijgt. Ja, dat maakt voor ons verder geen biet uit, want wij krijgen dit terug op onze investering, snap je? He, op een gebied van 1 kilometer bij 1 kilometer, wat in dat kaartje van daarnet is maar een heel klein stukje, ja, daar krijgen wij een return op investment van bijna 100 miljoen euro. 17 miljoen euro per jaar komt erop terug. Ja, is toch een leuk bedragje. Er zijn dagen, daar heb ik het niet op mijn pinrekening staan hoor. 17 miljoen euro. Is toch leuk. Kijk, zo moet je gaan denken. Dit is wat ik dan zeg. Hè? En wat is hier nou het vernieuwende aan? Nou, punt 1... Je gaat uit van hele eenvoudige materialen. Want het isolatiemateriaal stelt niks voor. Die zonnecollector, dat stelt niks voor. Dat is een plaat ijzer die beroet is. Nou, dat heb ik zelf gedaan, by the way. Ik heb zo'n zonnecollector hier gebouwd. Maar dat stelt helemaal niks voor. Dus, ik had nog gewerkt met koper. Dat is relatief duur, maar dat hoeft helemaal niet. Nou, Peltier-elementen, ja, die koop je op internet... Je moet een heleboel aan elkaar plakken met van die thermische lijm of thermisch geleidende lijm. Dat kan je ook zo kopen. Nou, die heatsink. Ja. Daar kan je, kan in principe... Als je werkt, je kan denken aan een mengeling van beton met puin.
Nou, er is toch genoeg puin hier in Nederland. Er wordt gesloopt en allemaal dingen en zo. Nou, kom maar op met die puin. Die puin die stort je erin. Er moet van de betonijzer moeten tussen en dan de rest helemaal vol laten lopen met beton. Nou, gaat dan wel een paar kilo's wegen. Dus die onderkant moet je er even rekening mee houden dat hij de tegenkant, dat hij dat gewicht kan dragen. Want daar zit dat isolatiemateriaal. Maar dan moet iemand maar uitrekenen hoor. Door mijn vriend Wout, die zou er wel uit kunnen rekenen. Van, dan moet je ongeveer dit erbij nemen en dat. Die heeft wel in de bouw gewerkt. Hè? Maar neem een ingenieursbureau erbij en die doet de finale berekeningen. Ja, terwijl dan terug naar die conventionele cellen. Deze dingen. Ja, dit is punt 1. Ja, dit is kwetsbaar materiaal. En dit is hoog high technology spul. Er zit germanium in en hele bijzondere metalen zitten hierin. Het is duur spul hoor. En dat heb je dus bij wat ik net allemaal schetste, heb je dat niet. Punt. Het enige probleem wat je nog overhoudt is dat je die kilowatturen aan elektra, dat je die moet transporteren naar Europa toe. Ja, dat kan je denk ik het beste doen door er waterstofgas van te maken. Middels elektrolyse. Dus neem je elektro en heb je water, elektriciteit. Neem je water en dan elektrolyse. Dan creëer je je waterstofgas. En dat waterstofgas in ketels, weet je, tonnen, hoe heet die dingen? Cilinders, dat is het goede woord. In cilinders en dan op de boot naar Nederland toe. Of waar dan ook. Dan kun je van verkopen waar je het wil. Nou, en de gemeente Gelderland, die zou eens een experiment kunnen gaan doen. Het maakt niet uit waar je de energie, de zonne-energie, omzet in elektra. Maar dat moet je niet doen op vruchtbare landbouwgrond. Dat is dom. Huh? Energietransitie, prima. Moet ook. Maar niet op vruchtbare landbouwgrond. Nee. Ik vond het erg informatief. Ik hoop dat jullie hier wat van hebben opgestoken. En ja, als je met mij mee wilt denken, ja, heel graag. Ik ben bereid om nog wel wat meer rekensommetjes in mijn open office te doen en te kijken naar wat het gaat kosten. Eventueel ja, doe je dit niet via de. Of vraag je subsidie aan bij de provincie. Om zo'n projectje te doen. Moet je dan een contactje hebben ergens in Libië of whatever. Oh, ik heb kennissen en die komen uit Marokko. Ik heb kennissen en die komen uit Libië. En ik heb een kennis en die komt uit Ethiopië. En ja, bedoel. Ja? En als ik die al heb, dan moet het echt te doen zijn. En dan denk je er heel positief over en dan heb je ook een werkzame oplossing. Die niet duur is en die we kunnen betalen. En dan kunnen deze rare zonnepanelen, die kunnen dan terug naar de leverancier. Van alsjeblieft, leuk geleverd, maar we hebben ze niet meer nodig. En verkoop ze maar op de tweedehands markt. Dit zijn prima dingen om op de daken van huizen neer te leggen. Waarom niet? Ja. Nou, doe dat ermee. Maar niet op vruchtbare grond. En dan zeg ik op zijn Hamburgs, heel officieel, tjus. En dag, zonne-energie, slimmerikke.